Het Max Planck Instituut presenteert de resultaten van hun taalonderzoeken tijdens een open dag. Ook omdat wij vinden dat wij iets terug te geven hebben aan de maatschappij. Wetenschap wordt gefund door maatschappelijk geld. En we willen graag teruggeven aan de maatschappij wat wij daarmee doen. En verder in het nieuws vandaag. Winsen viert Moederdag met een picknick in de boomgaard. En een terugblik op de dramatische wedstrijd van NEC tegen Twente. Lezen, schrijven, praten, het heeft allemaal met taal te maken en eigenlijk leert iedereen hier van kind af aan automatisch mee om te gaan. Bij het Max Planck Instituut in Nijmegen doet men wetenschappelijk onderzoek naar hoe taal in het menselijk brein tot stand komt. Zaterdag was er een open dag en werd de opgedane kennis met de bezoekers gedeeld. Wij delen dat met bezoekers door heel veel kleine opstellingjes gemaakt te hebben vanuit alle verschillende afdelingen die hier zijn. We hebben een afdeling die met genetica bezig is. We hebben een afdeling die met kinderontwikkeling bezig is van taal. En iedere afdeling op zichzelf heeft leuke kleine proefjes en testjes gemaakt. Waarmee mensen op een speelse manier in aanraking komen met wat wetenschappelijk onderzoek eigenlijk is. En dan gelieerd aan het taalonderzoek wat wij doen. De open dag is een belangrijk moment voor het instituut. Omdat ze de resultaten van hun onderzoekswerk graag met het publiek willen delen. Ja, wij vinden dat wezenlijk belangrijk om te delen. A, omdat we trots zijn op wat we doen. Maar ook omdat wij vinden dat wij iets terug te geven hebben aan de maatschappij. Wetenschap wordt gefund door maatschappelijk geld. En we willen graag teruggeven aan de maatschappij wat wij daarmee doen. En wat dat zeg maar oplevert. Een van de locaties die deze dag is opengesteld is het VR Lab. Deze ruimte is ingericht om onderzoek te kunnen doen door de werkelijkheid hierna te bootsen. Wat misschien een leuk onderzoek is voor jou om even uit te proberen, is rijden in een auto en tegelijkertijd praten. En met dat taakje erbij wordt gemeten wat dat doet met je hersencapaciteit. Hier, gedurende deze demo ga je spreken terwijl je een auto bestuurt. Tijdens het lezen van deze instructies kan je steeds op de blauwe knop op het stuur drukken om door te gaan naar de volgende pagina. Is er wel vrij oh nee, kijk, dit is de reden dat ik ben gezakt. Oké. Waar zie ik dadelijk die... hoe heet dat? Komt zo op het scherm, de taalopdracht. Oké. Okay. Ja. Dus als het in een moeilijkere omgeving is, om moeilijker te rijden, dan gebruik je andere zinnen dan in een makkelijkere omgeving. En die connectie proberen we hier te meten. Oké. Okay. Op een andere locatie wordt de afdeling Language and Development gepresenteerd. Hier is het de vraag hoe het mogelijk is dat een pasgeboren kind, een dreumes of een kleuter, ogenschijnlijk uit zichzelf taal aanleert. Hier kunnen kinderen via de mond naar binnen en dan spelen ze spelletjes die te maken hebben met mondmotoriek, waarin ze leren hoe praten werkt eigenlijk. Dan gaan ze via een tent waarin ze spelletjes spelen over de hersenen, terug naar spelletjes die te maken hebben met luisteren en horen. En dan komen ze weer uit via het oor. En in de tussentijd hebben ze allerlei dingen geleerd over hoe praten werkt. Heb je deze open dag nou gemist? Dan komen er gelukkig nog herkansingen aan. Ja, het is onze ambitie om dit vanaf nu iedere 2 jaar te gaan doen. Dus mensen kunnen, als ze goed op de social media op blijven letten en op alle andere kanalen die we benutten, een nieuwe uitnodiging tegemoet zien over 2 jaar. Als er iets is waarbij we in Gelderland nooit meer in te halen zijn, dan is het wel met het aantal klompenpaden. We hebben opgeteld 1400 kilometer aan klompenpaden. De meeste typische wandelpaden over boerenerven, boomgaarden en voedselbossen liggen in Gelderland. Vandaag komt er weer een nieuw klompenpad bij in Park Lingenzegen bij Elst. Het is allemaal te doen op een klompen. Vandaar ook het klompenpad. Dit is de eerste paal die we hiervoor in de grond hebben gezet. En het Perkse pad, dat is het 170e wandelroute, klompenpad van Gelderland. En het 147e van Nederland. Via een klompenpad kom je overal terecht. Toen kwam hier zo ook een haan aangewandeld. Die kwam ons even begroeten, luid kukelend. Dus je hoeft je nooit te vervelen langs het klompenpad. Nou, langs dit nieuwe klompenpad zie je heel veel verschillende dingen. Onder andere heb je bijvoorbeeld onze mooie notenlaan die hier in Park Lingenzegen ligt. Je komt door het Waterrijk met de rietmoerassen. En je komt in het deel de park kom je ook langs 5 verschillende voedselbossen. Nou, ja, er is bijvoorbeeld 1 bos dat richt zich meer op de productie van appels voor cider. Vrijwilligers helpen mee met de route. Nou, een stuk of 3 keer wandelen kom je erachter van dit moet het pad worden.
Daarna gaan we in de slag met landeigenaren, grondeigenaren, om over hun land te gaan lopen. Eigenlijk kom je tot dit mooie pad. De Klompenpad kun je vinden via de Klompenpad-app. Op het pad naast het water hebben we al veel watervogels gezien. Onder andere de rietzanger, de eenden, de reigers. En ja, mooier kun je het morgens niet hebben. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Het moest er nu echt van komen, maar toch wist NEC vrijdag weer niet te winnen. In Enschede werden de Nijmegenaren terug naar huis gestuurd met een 4-0 nederlaag. Opnieuw heeft klimaatactiegroep Extinction Rebellion zondag enkele standbeelden in Nijmegen geblinddoekt. Ter gelegenheid van Moederdag betreft het deze keer 4 standbeelden van sterke vrouwen. Met de blinddoekenactie eisen de klimaatactivisten dat bestuurders hun ogen openen en eerlijk zijn over de klimaatcrisis. Deze keer betreft het de standbeelden van Marieke op de Grote Markt, Marieke op het Sumatraplein, de moeder bij de ponyrijdende kinderen op het Faberplein en wachters aan de Waalkade. Het Duitse circus Rens Berlin is weer op tournee in Nederland en komt in het Pinksterweekend naar Nijmegen. Van vrijdag 26 mei tot en met zondag 4 juni is de show te zien in het Goffertpark. In het programma van de familie Rens staan paarden centraal. En daarnaast zijn er onder meer acrobaten en een clown. Burgemeester Patricia Hoijting-Raubos van Overbetuwe heeft de afgelopen weekend een bezoek gebracht aan de Poolse gemeente Boleskowice. Dat is een partnergemeente van Overbetuwe en dat is inmiddels precies 30 jaar zo. Naast diverse activiteiten die ze met de burgemeester van de Poolse gemeente uitvoerde, is ook de partnerband bekrachtigd met een hernieuwde ondertekening. Het studentenfestival Coupe des Templiers vond afgelopen vrijdag weer plaats. Deze keer is het festival alleen verhuisd van Nijmegen naar de stadsblokken in Arnhem. Ooit was dit een groot studentenhockeytoernooi. Nu is het vooral een festival en er kwamen zo'n 5500 studenten op af. En zaterdag was een spannende dag voor RN7-medewerkers Pleun en Imke. Zij zijn beide namelijk geselecteerd voor het opleidingstraject Q Academy van radiostation Q Music. Zaterdag was de aftrap van dit traject en plaatsten ze deze foto op Instagram. En natuurlijk wensen wij hen nog veel succes in de komende weken. Wat ooit begon als een kleine dorpspicknick is inmiddels al uitgegroeid tot een klein festivalletje. Op Moederdag staat de Boomgaard in Winsen geheel in het teken van het Ploeifestival, compleet met live muziek, foodtrucks en vermaak voor de kinderen. Bloeifestival is ontstaan als een soort van picknickparty. En die zijn we zeven jaar geleden zijn we dat gaan doen vanuit de Arend. Hier in de Boomgaard, want die Boomgaard die wordt onderhouden ook door een groep vrijwilligers. Ja, die plek is zo mooi. En toen dachten we, ja, daar moeten we iets mee. En zo zijn we vanuit de Arend met picknick begonnen. Maar dat werd natuurlijk steeds groter en groter. Maar het risico van het weer. Dus zakelijk werd het natuurlijk best wel tricky. Toen hebben we besloten om er een stichting van te maken. En daar hebben de vrijwilligers allemaal bij aangesloten. Allemaal enthousiaste mensen uit het dorp. En die hebben eigenlijk dat kleine concept wat er was alleen maar uitgebouwd. Met nog meer muziek en nog meer entertainment. En nou, vooral voor de kinderen is het echt heel erg uitgebreid. En voor wie is het festival? Voor jong en oud. Het thema van vandaag is Back to the Roots. We hebben allemaal oude foto's van mensen verzameld en die hebben we nu hier in de Boomgaard hangen. Achterin hebben we een bioscoop en daar draait continu oude films van het dorp. Nou, en er zijn nog platen hangen overal en die worden verkocht. Dus ja, het is echt Back to the Roots. Hoe vind je het? Ah, het is echt te gek. Ja, en wat is er zo leuk? Nou, gewoon de hele lokale vibe en ja, al die heerlijke gerechten ook. Ik heb net even de zalm geprobeerd. Nou, die is echt subliem. Ja. Nou, wij zeggen net, het is een heel ontspannen sfeer, veelzijdig.
Je kunt er een biertje drinken, een wijntje pakken en wat te eten halen. Ja, want het is moederdag. Hè? Ja, bent u als uitje meegenomen? Ja, ik ben mooi meegenomen. Heel gezellig. Nou, mooi zo. Wat vind jij zo leuk aan Bloei? Wat ik zo leuk vind aan Bloei, de gezelligheid, de muziek. En de muziek uit de buurt gewoon. Ja. Ja, en de families. Lekker met een picknickmand onder de boom zitten. Ja. I'm your biggest fan. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk denk ik heeft Twente denk ik heel goed gespeeld. Op hoog tempo, zowel met als zonder bal. En ja, waren we zelf denk ik heel slordig. Zeker de eerste helft hebben we denk ik heel veel momenten gehad dat we uitgeleden en verkeerde passes gaven. Dat viel heel erg op. En konden we het tempo niet bijbenen. En dan is het lang tegenhouden. Hopen dat je in de wedstrijd komt, maar dat zat er niet in. Ja. Een beetje gek dat Siddes wel uitgefloten wordt, vond je niet? Ik heb niet meegekregen dat 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 moment was, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het hele moment niet meegekregen, maar ja, weet je, die regels zijn er al eenmaal. En ik denk dat wat dat betreft de nadruk nu wat meer moet liggen op de man die het biertje gooit dan de andere mensen op het veld. Na een warm weekend en ook nog een prima maandag zal het weer de komende dagen iets afkoelen. Het blijft daarbij wel stabiel. Na nog een enkele spat regen in de avond zal de dag morgen vrijwel droog en redelijk zonnig verlopen bij zo'n 15 graden. De dagen erna en ook op Hemelvaartsdag zal het droog blijven en is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur blijft zo tussen de 15 tot 17 graden schommelen. Toch kan het in de vroege ochtend nog wel fris zijn. In de nacht naar donderdag kan het aan de grond zelfs nog even licht vriezen. Er staat weinig wind, dus gevoelsmatig zal de kou wel meevallen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar die streken en wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!